Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie is vandaag in tweede ronde voor de regering ingegaan op vragen en opmerkingen van het parlement op de ontwerpwet wijziging vuurwapenwet. De bewindsvrouw gaf aan dat ze in de eerste ronde heeft aangegeven dat de aanvrager van een vuistvuurwapen de leeftijd van 30 jaar bereikt moet hebben. De aanvrager van een jachtgeweer moet de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt. Echter hebben enkele leden voorgesteld om de leeftijd voor de aanvragers van een, van een vuistvuurwapen en een jachtgeweer op één leeftijd te houden, namelijk 25 jaar. Het verschil in leeftijd is genomen om de veiligheid in de maatschappij te waarborgen. Een vuistvuurwapen wordt eerder getrokken dan een jachtgeweer. Dit brengt mee dat de leeftijd van 30 jaar, waarbij men adolescent is en overgaat in de volwassenheid, waardoor men meer inzichtief, bezadigder is, bij ons als advies blijft om die te hanteren bij een vuistvuurwapen en de leeftijd van 25 jaar bij een jachtgeweer. Voorzitter, er is ook aandacht gevraagd voor de oud-wapendragers, die na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in aanmerking wensen te komen voor een vuurwapenmachtiging, meestal een vuistvuurwapen. Het is niet aan te bevelen om een wettelijke grondslag in de vuurwapenwet voor de oud-wapendragers op te nemen. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt hier wel rekening mee gehouden indien de aanvrager voldoet aan de vereisten. Minister van Dijk-Silos wees er nog op dat er rekening gehouden moet worden met de gebreken die ouderdom met zich meebrengt. Ze zei verder dat er een vuurwapencommissie ingesteld zal worden die advies zal uitbrengen aan de procureur-generaal. De bevoegdheden tot verlening, verlenging en intrekking van een vuurwapenmachtiging blijven bij de PG. Minister van Dijk-Silos ging in op de voorgestelde nieuwe tarieven bij de verkrijging en verlenging van een vuistvuurwapen. Bij de verkrijging wordt het tarief SRD 2000 en bij de verlenging SRD 1250. Het is een drastische verhoging, dat onderkennen we. De reden voor deze verhoging zijn als volgt. A. Op de eerste plaats ter dekking van de kosten in verband met de afhandeling van aanvragen voor de schriftelijke machtiging, welke kosten op hetzelfde niveau zijn als bij de afhandeling van aanvragen voor de schriftelijke machtiging betrekking hebbende op een jachtgeweer. Laat mij aangeven dat kosten niet alleen zijn papier en inkt, maar dat we ruim moeten kijken naar de overheidskosten, zoals dat omschreven wordt. Het betekent dus dat je te maken hebt met salarissen. Je hebt te maken met stroom, licht, alles. Je hebt te maken met de daadwerkelijke materiële kosten. En dat moet allemaal gedekt zijn. En je hebt ook te maken met, soms als het druk is, kunnen we ons levendig indenken dat mensen overuren gaan maken. B. Op de tweede plaats wordt in het nieuwe tarief inbegrepen een inkomstenverhogende component van de staat. Tegelijkertijd wordt met deze verhoging een ontmoediging voorgestaan met betrekking tot het voorhanden hebben van dit type vuurwapen. De Juspol-minister gaf aan dat de huidige tarieven helemaal niet bij de tijd zijn en daarom gewijzigd moeten worden. De nieuwe tarieven voor verkrijging en verlenging van een vuurwapenmachtiging gaan per 1 januari 2018 in. De mensen krijgen dus de tijd om hieraan te wennen.